Een hele goede morgen, guys. Ik ben vandaag mijn vlog begonnen, want we gaan vandaag de gender reveal opnemen. Tenminste, het is al opgenomen, maar we gaan even hier en daar wat toelichten. En ik hoop dat je het leuk vindt om hier naar te kijken. Check, ik heb een jurkje aan van de Zara. Deze past me gewoon nog helemaal top. En ik heb mijn lievelingsslippers op dit moment aan van, hoe spreek ik het uit? Hawaiianas? I don't know. Maar ik al heel veel vocht was, zoals altijd. Dus nu zal het niet anders zijn. Maar ik vind deze zo leuk. Met de glittertjes. Deze man komt gewoon met ijsblokjes thuis. Kijk, ik ga jullie precies zeggen waarom. Hij heeft een ijsbad gekocht. Dus hij heeft nu ijs nodig. Ik ga helemaal stuk. Er moet iets met de water. Wat is normaal? Dina vlucht gewoon naar binnen. Hi guys, welkom bij onze nieuwe video. Dit is eigenlijk een vlog over de gender reveal. Yes, heel spannend. We hebben natuurlijk al momentjes al opgenomen. Ja, wij weten het al een tijdje. Wij weten het al best wel lang. Dat is nu, we zijn nu ongeveer 20 weken. En we wisten al vanaf week 12. Dus het is eigenlijk heel erg lang. Oké, wij dachten vanaf het begin, dachten wij dat 100% een jongetje zou worden. Wij hadden echt zo'n voorgevoel. Mm-hmm. En eigenlijk al jarenlang dachten we dat al. Het leek wel zeg maar alsof, alsof de persoon zeg maar al bestond bij ons. Yeah. Weet je, hadden al een naam, hadden al een beeld. Het was voor ons helemaal dat het echt een jongetje zou worden. Maar iedereen om ons heen dacht een meisje. Tenminste, mijn moeder dacht een meisje. Ja. Mijn zusje zei eerst een jongen. En daarna opeens een meisje. Want mijn moeder er 100% van zeker was dat het een meisje werd. Mijn vader. Sowieso. Ik denk jouw ouders allebei dachten eerst een meisje. Maar jouw moeder ging een beetje twijfelen daarna. Ja. Jouw zus zei, ik denk een jongetje, maar ik hoop een meisje. Yeah. Maar dat is omdat in de familie van Nessie hebben ze dus al drie kleinkinderen. Ze zijn allemaal jongetjes. Dus ja, ze dachten, jongetjes. Misschien komt de eerste meisje nu. Maar wij hebben de gender reveal echt alleen gedaan. We kregen de niptest toen we ergens in een restaurant zaten. En toen ging ik een beetje huilen. Ben je aan het huilen? Ja, een beetje wel, hè. We hoorden dat de baby gezond was en toen was ik hartstikke blij. Maar we gingen nog niet kijken in die e-mail wat het zou worden. Dus we hebben de e-mail doorgestuurd naar Milene. En Milene die heeft het op een envelop gezet. En toen ging ik helemaal naar Haarlem toe om het op te halen. Heb ik envelopje gekregen. Volgende dag gingen we naar de gender reveal plek. Ik heb die envelop niet meer. Of wel? Oh, ik heb nog een envelop. Oh mijn god. Ik heb gewoon nog één envelop. Hier staat er nog steeds in. Ik mag het niet laten zien, ik ga het natuurlijk. Niet laten zien. Kijk dan. Het zie je gewoon nog echt. Oké, ik laat het straks wel even aan jullie zien. Maar toen ging ik dus deze envelop ophalen. En de volgende dag ging ik met die envelop naar die gender reveal plekje. En toen kochten we zo'n gasfles met de kleur. En toen gingen we naar een open plek. En we hebben gewoon met z'n tweetjes hebben we eigenlijk de gender reveal gedaan. Niet met te veel poespas, niet met vrienden, familie of hele gebeuren, maar gewoon met z'n tweeën. Omdat ik denk van ja, we hebben dit hele traject ook met z'n tweeën gedaan. Dus dan voelt dit moment ook zeg maar extra bijzonder als je het gewoon met z'n tweeën doet. En gewoon samen van het moment geniet, denk ik, toch? Ja, ik vond het ook echt heel leuk. Het was echt gewoon alleen maar met z'n tweeën, maar het was zo spannend. Het was heel bijzonder. Ja. Wij dachten dus jongen, iedereen zei meisje, meisje, meisje. Dus maar opeens dachten wij ook gewoon dat het een meisje zou worden. Ik weet niet waarom zeg maar dat ik in mijn hoofd altijd heb van, oké, het wordt een meisje. Op dat moment was in mijn hoofd, in zijn hoofd, 100% meisje. Wat is het geworden? Spannend! Okay. Ben je klaar voor? Ja. Tel maar. 3, 2, 1. Yes! Aangezien de beelden nu zijn geweest, kan ik het nu wel laten zien. Kijk, dit. Ah shit, volgens mij zie je. Ja, hier. Jullie krijgen een jongen. Besef dat deze envelop. Zeg maar, ik was hier aan het rijden, die envelop zit naast me. Ik denk van oké, het antwoord zit gewoon hierin. En ik kan er gewoon niet naar kijken. Maar ik het was zo spannend. Ik ging bellen, ik zeg niet envelop zonder mij openen. Niet envelop zonder mij openen. Dat is zo spannend. Het is een jongetje. Ons voorgevoel was dus echt zo goed. En ik weet niet of jullie nog weten, we hadden blauwe sokjes gekregen van die vrouw uit Turkije. Wauw.
Dus misschien is het al, was het al voorbestemd sinds toen gewoon. Gewoon 100% een jongetje. Nee, maar wij zijn echt... kijk, ik zeg eerlijk, meisje, jongen, het zou ons eigenlijk echt niet uitmaken. Maar het feit dat het wel een jongetje is, ik ben sowieso echt super blij. Maar ik denk dat jij ook echt super blij bent. En we hebben ook al een naam natuurlijk. En alles komt gewoon samen. Alles klopt gewoon. Het klopt gewoon. Ja. En dus, die dag was jouw moeder ook jarig. Wat toen we gender revealden? Ja! Nee joh! Want we hebben een tweede gedaan! Allah, ik vergeet elke keer die komt ook hierin! Ja, tuurlijk! dat was ook extra cadeau zeg maar. Mijn moeder die was jarig, we gingen naar haar verjaardag toe. Ja. En toen waren we met stress uit huis gegaan. En waren we de cadeau van mijn moeder vergeten. Die was dus thuis gebleven. Wij helemaal naar België rijden, alleen met de gender reveal spullen. En toen kwamen we daar aan en was het nog spannend. Ging eerst eten, een beetje spanning opbouwen, iedereen raden. Zeg maar, zijn ouders hadden ook wel een soort van gender reveal, een klein iets zeg maar, voor ons georganiseerd. Ja, met roze en blauw en allemaal dingetjes. Zodat het voor hun ook spannend zou worden, zeg maar, dat het daar de gender reveal. En mijn zus en zo, die was er ook bij. En toen gingen we met z'n allen in de tuin na het eten, gingen we het poppen. En dit was hun reactie. Ik ben zo benieuwd. Zie je niet? Oké? Wahid! Vriendin! Tata! Ja? Ja! Ja! Nou, dat was hem. Leuk! Dit was onze gender reveal. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Gelukkig hebben we dat laatste stukje van mijn vader net weggeknipt, want. Hij was 100% ervan overtuigd dat het een meisje was. Hij wou zo graag een meisje in de familie hebben. Ja, dus, ja, is in de handen van het God, wat moet je doen? Echt, hè? In ieder geval, was leuk. Mm-hmm. Was leuk. En wij zijn super blij. En wij hebben ook al heel veel kleertjes gekocht voor de baby. Gaan we die ook laten zien straks? Ja, dat is misschien wel leuk. Dat is wel leuk, toch? Toen wij wisten dat het echt een jongetje was, hebben we echt zoveel geshopt. Ik ging gelijk los. Wat zeg jij? Jij hebt geshopt. Ik heb niks geshopt. Deze jongen komt elke dag met iets nieuws thuis. Of hij bestelt op H&M dikke pakketten en dan gaat hij een unboxing doen voor mij. Alsof het zijn kind is alleen. Ja, hij dacht, en ik heb dit gekocht en ik heb dat gekocht. Maar ik vind het zo... Ik kan niet, als ik iets zie, denk van ja, ik wil dit. Ik zie gewoon mijn zoon hierin lopen. Maar goed, we gaan zo meteen even een modeshow geven met al onze spullen. Ja. En dan zien jullie wat we allemaal hebben gekocht voor de baby boy. En weet je wat ook leuk is? Hij heeft al één PR-pakketje gekregen. Maar echt al lang geleden. Wie? Welke? Ons kindje. Oh echt? Oh ja, klopt. Oh leuk. We hebben echt al één PR-pakket. Ik ga die ook even aan je laten zien. En we hebben cadeautjes gekregen van mensen, ook echt super lief. Ja. Dus nu begint allemaal. Nu weten we, zeg maar, omdat we weten waar het gaat worden, kunnen we nu gewoon specifiek dingen zoeken. En zo. Dat is echt leuk. En we zijn nu echt letterlijk tegenover prenatal geparkeerd. Het is zo verleidelijk. Oh, lol. Ik wil straks langs gaan. Ja. Even kijken. Dat is toch wel leuk, hè? Even snel. Oké. Okay. Dag. Oh yes, a pregnant girl is trying the Crocs for the first time. Oh yes. Oh, ze zijn heel fijn. Is het fijn? Oh, laat je buik zien. Oh, yes. Dit is echt heel fijn. Nice. Dit is fijner dan die hoger. Oh, je hebt ook de hoger. Hoe stoer dit is. Dit is wel leuk. Ik vind het ook heel leuk dit. Kijk dan. Heel Amerikaans. I love it. Oh, dat vind ik ook leuk. Volgens mij is dit is toch voor jongens, ja. We zijn een beetje in de war. Is het een meisjesafdeling of is dit nou unisex? Sorry guys, but I can't. Kijk dit dan. Oh, love that daddy. Kijk deze mommy and me. Oh yes, de teddybeer. Zo, kijk dit dan. I love daddy, I love mommy. Ja, deze gaan we denk ik ook nemen. The baby boy love us. Oké, guys, we gaan onze Crocs aandoen, want we gaan zo lekker samen naar de IKEA. Oh, love it. Oeh, heerlijk. Oh, heerlijk. Oh, nice. Nice. Oh, nice. Oh, yeah. Going to eat some meatballs. Lekker weer. Filmos. Ah, yeah, IKEA gang. Oh, we hadden echt zin om bij de IKEA te eten. Jongens, we gaan lekker zalm eten. We hebben een kast nodig. En meatballs. Oh, nice. Yes. Lekker om die mee. En deze is van mij. Oh, lekker. Hij filmt. Oké, guys. Het is echt heel laat. Ik ben helemaal kapot. Het is heel laat. Oh, die toch. Maar ik had het beloofd om die uit te pakken voor jullie. Waar beginnen we mee? Met zijn eerste... PR-pakket? PR-pakket. Zo grappig. Zo schattig.
is een Nutribullet Baby, hoe heet het ook weer? Nutribullet Baby. Zo heet het echt. En heb je allemaal potjes? Oh, schat, wat is dit? En het is toch leuk? Het is echt ook handig. Kijk, deze baby op de achtergrond, hij is aan het eten. We hebben nog lang niet nodig, maar... Nou ja. I love it. Vanaf wanneer mogen ze eten? Een jaartje. Hier, 6 months. Ja, 6 months? 6 months. Maar, wat is eigenlijk het eerste wat wij hebben gekocht? Weet je dat nog? Ja, deze. Het is echt totaal niet voor een baby. Air Force Ones. Kijk hoe leuk. Ja, kijk hoe klein. We waren echt gewoon net een dag voordat we naar Barcelona gingen, waar we erachter kwamen dat ik zwanger was. Toen waren we in Barcelona en moesten Nessie deze per se hebben. Dus natuurlijk niet voor een baby. Hij moest deze per se hebben. Oké, dus toen we in Turkije waren laatst, toen gingen we langs de Galatasaray store, of course, because I am for Galatasaray. En toen hebben we deze hele leuke Galatasaray outfits gehaald. Kijk hoe cute. Little King staat hier. Little Lion. Kijk hoe leuk. Van Galatasaray. Voetbalteam. Mijn oma heeft mij vroeger ook met Galatasaray opgevoed. Dus ik ga precies hetzelfde doen met mijn zoon. Guys, ik heb er helemaal niks mee te maken. Maar dat is nog niet alles. Dat is nog niet alles. Ik heb nog een ander rompertje. Ook Galatasaray. Zie je? Leo. Deze mensen denken waarom. En dan hebben we ook nog deze tenuutje nummer 10, Wesley Snijder. Oh. Heel leuk! Oké, toen we wisten dat het een jongetje was, toen ging het helemaal los. Nee, weet je wat ik. Nu zien ze echt dat jouw unboxing is. Dat jij dit alles hebt gekocht. Ja, maar straks komen we bij de mooie kleren. Dit is voor mij gewoon leuk. Michael Jordan, bitches. Kijk dan! Kijk hoe leuk. Ik doe het altijd alsof, zeg maar, alsof die dan zo zit en dan ga ik kijken hoe groot hij is. En dan kom ik zo, oh my god. Kijk, zo groot is de baby. Leuk, hè? Nou, dit is een, hoe heet het? Een trainingspakje van Michael Jordan. En ik heb hier ook nog een Nike trainingspakje gehaald. Deze vind ik persoonlijk heel leuk. Dan heb ik dan hieronder de Air Force. Dat is echt leuk trouwens. Dit is zo leuk. Zo schattig. En dat is echt heel stoer. Altijd dan heb ik ook nog Nike rompertjes. Ah, deze vond ik heel sportief. Voor als die in een sportieve bui is. Kijk, wit, grijs, zwart. Heel leuk. Daarna ben ik laatst naar Barcelona gegaan. Heb ik Barcelona trui gehad. Dit is van overal Maradona. Waar hij naartoe gaat, haalt hij voetbalshirtjes. Dit is van Maradona. Dit is classic. Ja. Je hebt eigenlijk nog een shirt. Heb je die hierin? Ja, die ga ik halen, want het is met een setje. Yeah. Op de achterkant staat de naam. Maar dit is de voorkant. Ja, hier staat de naam al op. Hij heeft hem gepersonaliseerd. Kijk. Is die doorschijnend? Nee, hij is niet doorschijnend. Okay. Dat vind ik kijk zo hoe leuk! Dit zo is leuk. Toch geweldig? En dan heb je ook nog de Barcelona sokjes erbij. Oh, ik vind ja, het zo sorry hoor. Het is voor de Sunday Pyjama Day. Hebben we Mickey Mouse met Pluto. Heel leuke pyjama. Als je kan zien. En we hebben ook nog de baby Pluto pyjama. Kijk, met allemaal kleine Plutootjes erop. Dit is echt voor de gezellige pyjama deze. Gezellig. Allemaal basics en heel leuk. Witte rompertjes, grijze rompertjes en leuke joggingsbroekjes. Ook voor de lazy Sundays. Ja, gewoon basic. Dit is gewoon allemaal lekkere, mooie basic kleurtjes en zo. Ook allemaal ingeslagen door Nessie. Heb ik allemaal ingeslagen bij de H&M. Dat is heel gezellig. Oh, deze is wel leuk. Kijk, dit is een leuk setje. Hou die broekjes vast. Dit is wel een leuk setje. Zie je dit? Als het dan zo lekker dik is, dan zie je zo lekker die spieren in deze. Dit ding hebben we nu samen gekozen. Ja, dit is een beetje onze gezamenlijke stijl, wat ik ook leuk vind. Ja, dit komt van de Prenatal. Ja, oh, ik vind dit zo leuk. Dit is toch leuk? Kijk dan, je kan ook die Nike's hieronder aandoen. Ja, hoe geweldig is dit? Schattig dit. Dit is echt leuk. Dus dit is, hoe heet het? Tuinbroek, hè? Ja. Dit is een tuinbroek. Ik weet ook al die benamingen soms niet. Ik moet echt soms even nadenken. Oh, dat vond ik zo leuk. Dit is een pyjama, maar dit is een beetje, ja, zeg een beetje... Een zacht stofje. Lekker een zachte stof. Ja, ik hou persoonlijk echt van die neutral colors. Het liefst... Neutral? Ja. Of natural? Nee, neutral. Oh, neutral. Die zijn echt eigenlijk van die unisex collecties vind ik eigenlijk het mooiste. Nog een tuinbroek. Wij zijn heel erg fan van tuinbroeken blijkbaar. Wij vinden alle tuinbroeken zo schattig. Het is een beetje groenig, je kan het niet echt heel goed zien. Maar het is een lekkere zachte stof, een beetje groenig. Heel leuk. Dit is gewoon een truitje. En deze kan je zeg maar eigenlijk onder die tuinbroek dragen. Zie je? Met die streepjes. Dat is wel heel leuk. Grappig, dit setje. Een soort van setje eigenlijk.
Overal kan je eigenlijk die Nike's omdoen. Dat is echt heel leuk. Ja. Dit is nog een tuinbroek. Oh, dit is zo. Deze was volgens mij ook in de uitverkoop. Van 17 euro naar 14 euro. Nou, nou. Kijk dan, tuinbroek. Ah, oh, dit is zo. Dan zie je zo die dikke pamperskontje hier in de. I love it. Oké, dit is nog een tuinbroek. Oh my god. We hebben heel veel tuinbroeken. Dit, dit is wat ik heb gekozen. Ik moest het hebben. Ik vind het lekker. Zo geweldig. Een beetje een bruine stof tuinbroek. Ja, dit is zeg maar van het knitted wear. Hoe zeg je dat? Die geweefde. Ja. Inderdaad. Oh, het is een leuk truitje zeg. En dit is een setje. Weet ik niet. Volgens mij niet. Dat is gewoon een truitje. Dat vind ik zo leuk. Kijk dan. Ik vind het echt zo leuk. Oh. Even kijken, wat hebben we nog meer? Dit is gewoon een beetje een stoere trui. Kijk eens, mooie groene, lege groen, stoere trui. Hartstikke leuk, beetje basic. Oh ja, dat is wel een setje. Toch wel? Ja, is een setje. Dacht ik al, anders vind ik een beetje een raar truitje. Broek. Kijk, dat was een setje. Oh, dat vind ik zo leuk. Dit is echt helemaal mijn smaak. I love it. I love it. Right, dan hebben we... dit is voor een speen. Kijk, kan je een speen opdoen? Die speen. Oh yes. Het is heel zachte stof ook. Deze dingen hebben allemaal een benaming. Ik weet niet hoe dit heet. Wat is het? Weet ik niet. Er staat niks bij. Nee, jullie weten het. Het is gewoon een sabbeldoek toch? Ja, en ik ben echt, met kindjes ben ik echt gek op leeuwen. Ik hou van leeuwen. Dit is een muts. Kijk eens. Ik weet niet of het dikke hoofd erin past, maar het is wel een leuke muts. Toen heb ik deze van Esmee gekregen. En dit zijn sokjes. Deze hebben we van Esmee gekregen blijkbaar. Ja klopt, dit is van Esmee. Ja, want de prijs is er vanaf gehad. Dit is een van de eerste cadeautjes. Dankjewel Esmee. We hebben hier een... Dit is ook van Esmee volgens mij. Lekkere pyjama. Bijna. En er staat op happy. Want hij is waarschijnlijk heel happy als hij ons gaat zien. Kijk, dit is een setje. Oh, dit is een pyjama. Oh leuk. Ja. Kijk dan. Dit is ook voor de Sundays. Voor de pyjama boy. Ja. Die hebben we ook gekregen. Oké. Okay. En dit hebben we ook gekregen. Dit is ook gekregen. Dit is van jouw zus, hè? Dit is van mijn zusje. Oh yes, dankjewel. Dit is van tante. Ik vind het zo schattig. Oh yes, de tante. Kijk hoe leuk. Deze met een jeansbroekje. Yeah. En dan ook zo die Nike's erbij. I love it. Ik hou er echt van. Oké. Okay. En dan hebben we hier alleen nog sokjes. Kijk eens. Kleurtjes met sokjes. Verschillende sokjes. En we hebben die beer gekregen. We hebben een beer gekregen. De baby sleep... Baby sleep shusher. Dat is een beer die zorgt ervoor dat je kind zijn mond houdt. Ja, dat is ook voor mijn zusje. Oh, record your own voice. Kan je eigen stem? Oh, ik ga zulke grappige dingen erin spreken. Vind ik nu wel leuk. Het is echt een heel handig ding hoor. Zo. Oh, als je bent vergeten dit uit te pakken. Oh ja, deze is ook wel leuk. Dit heb ik ook uit. Deze is ook van de H&M. Mm-hmm. Dit is een teddybeerenpak. Ik vind het zo leuk. Kijk, ik wou dit al halen gelukkig en Nesmi heeft de gekste dingen gehaald, maar hij heeft toevallig dit ook gehaald. Ik weet niet, zo'n dikke hoofd zo. Weet je hoe leuk het is? I love it. Vooral in de winter, dan pak ik kind er helemaal zo in. Ja, lekker man. Heerlijk. Deze is 2 tot 4 maanden. Perfect. Komt hier nog wel lekker hierin. Het is een heel lekkere, zachte stof ook. En dan zie je zo'n dikke hoofd hierin. I love it. Nou, dat was hem. Binnenkort een kast halen en alles erin doen. We hebben wel afgesproken vanaf nu dat Nesmi stopt met kopen. Ja, behalve... Als ik ergens in het buitenland ben en ik zie iets leuks, dan mag het wel. Nessie geeft mij zeg maar zelf geen ruimte om te shoppen. Het is allemaal zijn moment. Hé man, sorry, maar ik vind het zo leuk. Nessie is echt helemaal... Ik krijg een zoon, Jannie, kom op. Ja, het is echt gewoon helemaal in zijn bubbel. Het is echt mijn bubbel. Maar I love it, I love it, I love it, I love it. Wat is jouw lievelingsding eigenlijk? Ik weet niet, maar ik vind al die comfortabele broekjes vind ik zo lekker. Ja. Ik wou dat ik hem was. Ik wil heel erg in die comfortabele joggingbroekjes gaan lopen. Weet je, die voetbalpakje, ik ben er normaal niet van. Ga je zo rijk als een kont en zeg oeh, zo met dit. Maar dit, met zijn naam op de achterkant, is wel echt goals, eerlijk. Hey, jongens, dankjewel voor het kijken. Dit was onze gender reveal video. Het einde ervan. I love it. En we gaan nu slapen. En dat was het denk ik toch? Ja. Oké, dag.